Het is maandag, dus het is weer tijd voor... Avondshow Sport Studio. Gisteren won Max Verstappen de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Om daarover te praten is bij mij aangeschoven onze vaste analyticus Diederik Smit. Diederik, welkom. Jawel. Ja. Wij kijken straks even kort naar Nederland-Duitsland, morgenavond. Maar eerst even de overwinning van Max Verstappen. Was het een mooie race? Ik vond het wel, ja. Het was spannend. En echt een heel mooie tweestrijd tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. De Monegask. Hele mooie gast. En wat ik het mooist vond, was eigenlijk na afloop de sportiviteit. De gebaren na afloop. Ja, goed gedaan, Max, zegt Charles Leclerc. Ze geven elkaar een duimpje. Dit is, dat zijn echt hele sportieve gebaren die die twee naar elkaar maken. Ja, sinds Will Smith ligt de lat niet heel hoog meer, hè? Ja, maar ja, je moet het toch maar even doen, hè, dat opbrengen. Ja, je wint die race, iemand anders wordt tweede, die feliciteert jou. Ja, dat je dan je duim opsteekt, dan heb je wel klasse. Ja. Was jij echt verrast door de overwinning van Verstappen? Nee, niet echt. Hij is natuurlijk, vorig jaar is hij natuurlijk wereldkampioen geworden in de Verenigde Arabische Emiraten. Nu wint hij in Saoedi-Arabië. Je kunt eigenlijk zeggen, hoe slechter de mensenrechten situatie in een land, hoe harder Max Verstappen gaat rijden. Maar hij heeft toch ook Zandvoort gewonnen? Ja, toeslagenschandaal, hè? Oh ja, oké. Okay. Nou, okay, dan even terug naar dit weekend, want zondag was de race. Maar vrijdag was er op 10 kilometer van het circuit een raketaanval op een olieopslag. Goedenavond. De eerste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië is opgeschrikt door een explosie bij een olieopslagplaats op zo'n 10 kilometer afstand van het circuit in Jeddah. De explosie is het gevolg van een aanval met raketten en drones van de Jemenitische Houthi-rebellen. Ja, jij wilde hier iets over zeggen. Ja, maar hier word je toch niet goed van. Dit is... Hoe haal je het in je hoofd? Hè? Kijk, ik snap dat als jij een Sjiïtische rebellenbeweging bent en de Jemenitische regering is overwegend Soenitisch en de hele regio is tegen je en je hebt eigenlijk alleen steun van Iran, ik snap dat je dan gefrustreerd raakt. Maar dan ga je niet een raketaanval doen op een olieopslag. Hè? En dat noemt zich dan supporter. En wat mij betreft, dat klinkt misschien heel hard, maar ik zou zeggen echt levenslang stadionverbod. Ja. Ja, dit heeft inderdaad niks meer met voetbal te maken. Nee. Maar los daarvan, je gaat toch niet racen op een plek waar dus blijkbaar een oorlog gaande is? Moet je kijken hoe het eruit zag. Ja, ja, volgens mij ziet elke Formule 1 race er vanaf afstandje zo uit. Maar goed, ze zijn ook niet meteen gaan racen. Hè. Er kwam eerst nog een safety car de baan op, zodat al die Houthi-rebellen er tussenuit konden en zo. Dus er wordt echt wel een stuk beter gelet op de veiligheid dan vroeger. Je raadt trouwens nooit wie het als eerste door had. Max Verstappen. Je raadt trouwens nooit wie het als eerste door had. Nou? Max Verstappen. Ga weg. Ja, kijk maar. Het was eigenlijk Max Verstappen die als eerste opmerkte dat de lucht toch anders was. Je ruikt wel wat. En hij was dus heel erg scherp. Ga je snel een beetje burning feeling? Ja, dit was dus vrije training 1. Toen rook hij al brandlucht. Ja, goede neus inderdaad. Ja, het is jammer dat Amber meteen weer over het uiterlijk begint. Maar het is wel waar. Max Verstappen rook het dus als eerste. Ja. Wow, trouwens, Amber Brandsen die was toch van het journaal? Ja. Wat doet hij nu bij Formule 1? Ja, leuk hè. Die zit bij Viaplay. Die hebben nu de rechten van de Formule 1. En die zijn nu eigenlijk de hele NOS aan het leegtrekken. Dus Ron Vreese gaat er binnenkort ook naartoe. Oh. Die krijgt zijn eigen talkshow. Dus dan hebben ze op zondag hebben ze dan Racen met Vreese. En hebben ze op de maandag hebben ze Soef Soef met Marco. Welke Marco? Marco Verhoef, dus die weerman. Hadden ze het dan niet beter Zoef Zoef met Verhoef kunnen noemen? Ja, nee. Tuurlijk. Ja, ja. Dat rijmt ook beter. Maar dit is dus precies wat ik al maanden roep. Hè. Ik heb gisteren nog een uur met die mensen aan de lijn gehangen. Maar ja, ik kreeg de indruk... ik weet niet waar zij mee bezig zijn. Volgens mij is het een gepasseerd station voor hen. Het schijnt een rechte ding te zijn. Ik weet het niet. Ik dacht op een gegeven moment ook laat. Maar het is uiteindelijk niet ons probleem. Nee, oké. Okay. Even terug dan. We hebben dus een Grand Prix in een land zonder mensenrechten. Ja. Er is tijd.
tijdens de training een raketinslag naast het circuit. Ze gaan toch rijden. En het enige waar het na afloop over gaat is dat een gast uit Monaco heel sportief deed. Ja, nou mag ik daar nog iets over zeggen trouwens? Want die Charles Leclerc, want jij zegt net van het is een mooie gast. Nee, Monegasque. Ja, maar hij is dus geboren in Monaco. En in Monaco hoef je geen belasting te betalen. Dus kijk, dat je daar gaat wonen, zoals Max Verstappen, dat snap ik. Hè? Maar die Leclerc heeft er dus voor gekozen om daar geboren te worden. Dus dan ga je nog wel even een stapje verder. Dan steek je wel echt een hele grote middelvinger op naar al die belastingbetalers. Oké, goed. Dan nog even over morgen. Nederland-Duitsland. Ja. Zin in? Ja, nee, heerlijk. Dat is altijd Nederland-Duitsland. Dat is natuurlijk altijd de oorlog. 74, 88. Rijkaardvuller. Die hele geschiedenis, dat heeft altijd iets speciaals. En die rivaliteit, die haalt ook het beste naar boven in onze ploeg. En ik denk bij iedereen. Wacht even. Jij hebt de persconferentie niet gezien, denk ik, hè? Nee, wat dan? Ja, hier, dit is wat Van Gaal er vanmiddag over zei. Wat is uw mooiste herinnering aan een Duitsland-Nederland, Nederland-Duitsland? Ik zou niet weten of ik die heb meegemaakt. Maar als kijker, als voetbalvol? Ik kijk alleen naar het voetbal. Ik kijk niet naar of Duitsland een buurland is. Dat interesseert me helemaal niet. Die heeft er helemaal niks mee. Ja. Ja, oké, maar we hebben natuurlijk wel in het verleden prachtige wedstrijden gespeeld tegen Duitsland. En die historische lading, ja, die voelt Van Gaal natuurlijk wel. Nou. Maar Nederland-Duitsland 88, halve finale EK, zoiets, dat brengt niet mooie herinneringen naar boven? Ik ben geboren na de oorlog. Wat doe je daar precies mee? Precies zoals ik het zeg. Ik vind Duitsers hele vriendelijke mensen. Nou, dit wordt niks morgen. Nee. Wat is je voorspelling? Ik denk dat er een raket gaat inslaan op de Ziggo Dome. En dat de wedstrijd dan een kwartier wordt uitgesteld. En de slachtoffers? 4-2 voor Duitsland. Oké, dankjewel. Diederik Smit, dames en heren. En tot zover. Hoi, boomers. Jullie hebben per ongeluk op een YouTube-link geklikt. Ga snel terug naar NPO Start om de hele uitzending en losse fragmenten te bekijken.